En dan van tijd tot tijd zijn we ook een politieke burger. Ik ben op weg naar de zaal 2. Om mij stil te laten zitten moet ik iets doen. Ik kan dus niet stilzitten. Dat was mijn eerste affiche voor de Kamer. Hij, de premier, verschuilt hij zich warm achter de koning om zijn eigen vergissingen goed te praten? Hoe anders moet men zijn toelichting bij het verwachte communiqué van het paleis interpreteren? Meneer de voorzitter, moet ik zeggen. Rick, neem ik aan. Goeie vriend. Officiële man, goeie vriend. Voor ons was de weg lang, maar misschien was de gids ervaren. Ik ben minister geweest van onderwijs, van pensioenen, een van de weinige liberalen die het sociaal departement heeft beheerd, van verkeerswezen. Ik heb de spoorwegtop volledig omgeturnd. Ik heb schoepen benoemd, onder andere de Sabena-problemen proberen op te lossen. Zoveel dingen, ook de verkeersveiligheid. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid is een kind van Herman de Croo. Maar vele dingen uit de oppositie, zou ik zeggen. Het feit dat ik op een dag erin geslaagd ben het monument, wat is een grote meneer, Jean-Luc Dehaene, de Kamer te zien ontvluchten. Ik zal het uitleggen. Zeer kort, maar het is lastig en moeilijk misschien om te luisteren. U plaatste de vieze in sterke munt met lage rente, wat de begroting te goed kwam. U swapte deze devise in een zwakke munt met hoge interesse, wat opnieuw uw begroting te goed kwam. En van Duitse marken ging u naar Italiaanse lires. Maar u moet terugbetalen. Dat heb je niet gezegd in uw begroting. En als jij als commissievoorzitter van Financiën, wat is in de neem? Lid van de meerderheid, bekwaam bedreven lid van de gemeenteraad. Als je door je eigen regering in het ongewisse wordt gelaten, en wel, dan moet jij recht staan en ik niet. Collega's, dank u wel. Dus iedereen moet ook de krannigheid hebben van zijn ideeën te vertegenwoordigen. Het is geen grijze massa, het parlement. Het kan een regenboog zijn. Regenbogen zijn mooi en komen gewoonlijk na zware onweders. Ik ga bulderen, ik zeg het u. Allez, je crois. Allez, ça suffit. Top. Je crois, je vous demande de partir. Elle fait pas le martyr, ça n'a pas de sens. U wordt geringeloord door uw ministers die gewoon Herman de Croo en zijn parlement uitlachen. Het is een echte schande en ik zal het ook, voorzitter, in de komende dagen namens mijn fractie in de openbaarheid brengen. Dat gij beschouwt dat dit parlement de naam parlement niet zou waardig zijn, dat aanvaard ik dus persoonlijk niet. En nu sta ik daar aangeduid met geel en ginder aangeduid met groen. Nee, begin van de stemming. Bagatelliseert dat is niet te bagatelliseren. Begin van de stemming. En aan deze kant, waar niets hangt, daar komt wellicht een dag het portret van Herman de Croo. Ik zeg altijd, de Kamervoorzitters worden opgehangen, de gewezen premiers worden uitgesteld.